nog hier? Een gummy smile. Ja. Ik heb echt geen idee, vertel. Nou, oké. Een gummy smile is dus niet kauwgum. Niet? Absoluut niet, maar als je een gummy smile, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een beetje. Ik vind het zelf niet zo storend. Als ik zo doe, dan zie je mijn tandvlees. En sommigen hebben gewoon een gummy smile. Ja, dat ziet er soms gewoon niet zo heel aantrekkelijk uit. Nee, ik weet wat je bedoelt inderdaad. Ja, ja, nu het uitlegt. Maar wat, en als ze dat hebben? Ja, nou, als ze het hebben, is er een oplossing voor. Dat is eigenlijk klein beetje botox in hier. Dat is een bepaald spiertje, dat trekt het. Dat is bij mensen met een gummy smile overactief. En die kan je heel goed ontspannen en dan trekt het eigenlijk naar beneden. Nou, er zijn ook wel wat alternatieve behandelingen die ik zelf niet uitvoer. Dan moet je of bij de tandarts of bij de kaakchirurg zijn. Dan wordt er een bepaald dingetje doorgesneden. Maar ik vind dit eigenlijk best wel een heel goed alternatief. Ja, maar dus hier wordt botox ingespoten en dan ontspant de spier door de botox. Ontspant de spier en dan gaat het natuurlijk niet helemaal hangen. Mm-hmm. Maar bij het lachen blijft de lip gewoon op zijn plek. Oké. En wat kunnen ze verwachten? Hoe lang blijft het resultaat? Het punt is het resultaat is ongeveer 3 maanden of langer. Maar wat ze wel moeten realiseren is als het de eerste keer is, doe het altijd heel voorzichtig. Want het punt is, het is niet zo heel veel botox. Het is ook niet zo heel duur. Het is rond de 80 tot 100 euro. Maar je moet dat wel heel voorzichtig doen. Want het punt is, je wil ook niet dat er opeens allerlei andere dingen niet meer gaan werken. Nee, dus dat moeten mensen wel begrijpen. Oké, dus als je last hebt van een gummy smile en dat is dus dat je je tandvlees kan zien, dan kan je botox inspuiten hier. De spier ontspant en in het begin doen we dat heel voorzichtig om te kijken wat er gebeurt. En dat er dus geen andere dingen gaan ontspannen die niet moeten ontspannen. En dan blijft het een jaar, zei je, hoe lang? Nee, niet een jaar. Ongeveer, half jaar? Nee, 3 maanden. 3 maanden? 3 maanden en het kan oplopen tot een half jaar, tot een jaar. Tot een jaar. Dus 3 maanden in ieder geval weg. Nou, dankjewel. Was weer duidelijk. Dankjewel.